Dat is Harley Davidson zoals iedereen het kent. Luchtgekoeld, stoterstangen, oude economie zullen sommigen zeggen. Dit is de nieuwe generatie, de Street Rod. Ik bedoel, de Street 750, die kennen we al een jaar of drie. En ik bedoel, Harley Davidson zegt dat het een mega succes was. Ik zeg eigenlijk gewoon, ja, natuurlijk als een Hyosung op de tank had gestaan. Maar goed, herkansing. Daar gaan we mee rijden. In de buurt van Marbella, Spanje. Pompen. Zie hier Harley Davidson's nieuwe economie. Gemaakt in India. Voor gasten die geen boodschap hebben aan cultureel erfgoed en het oudbakken Steppenwolf gevoel. Nee, nee. De Street Rod is born to be mild. Met de M van 10 mil. En dat schiet lekker op. Ook al is er maar 68 pk en 64 Newtonmeter aan boord. En oh ja, geen moderne Harley trekt tot 10.000 toeren. Geen Harley nodigde ooit zo uit tot de rebels bumper kleven. Met dank aan drie dikke schijven en stevige klauwen. Kijken we even wat beter naar de Street Rod. In ieder geval, om te kijken, is er al sowieso meer in huis. Ik bedoel, het ziet er stukken beter uit gewoon dan de Street 750. Zeker met die olijfkleur gewoon van €300 extra. Anyway, vloeistofverkoelblok. Met radiateur natuurlijk. Verder heeft hij wel gewoon, dat heeft hij ook van de Street 750, dat die tank een beetje raar hoog staat. Dat heeft natuurlijk met het frame hier te maken. Zadel, super comfortabel, heel soepel. Eind van de dag heb je pijn in je hol, maar ja, dat is eigenlijk alleen als je 800 km op een dag rijdt. Schokdemping en aan de voorkant de upside down. Nou, het ziet er allemaal gelikt uit. Niemand kan achterhalen waar het eigenlijk vandaan komt. Het is geen show of wat dan ook. Maar goed, het functioneert goed. Het is redelijk comfortabel. En verder, als je nog klachten hebt, dan worden de schokken van het wegdek die worden nogal opgevangen door dit zadel. Ja, een beetje een raar punt eigenlijk. Wel een belangrijk punt is dat Amerikanen natuurlijk ergonomisch, als ze geen cruisers maken, ergonomisch al gelijk in de problemen komen als ze iets realistischer willen doen. Als ze een realistische motorfiets voor alle dag willen maken. Zo zie je dus bij de Street Rod dat de voetsteunen gewoon veel te ver naar voren staan. Zeker vanochtend dacht ik van, krijg nou wat joh, weet je wel. Je zit echt helemaal zo, de voetsteunen staan naar voren en ook nog eens een keertje hoog. Dat geeft trouwens ook nog eens een keertje weinig gevoel dat je de massa van het motorblok tussen je benen hebt zitten. Dus echt lekker sturen. Ja, wil het dan ook eigenlijk niet gewoon, doordat je eigenlijk heel raar zit. Bovendien is hier zo, door de vorm van de achterrem, het pedaal, en door deze vorm, kan je niet echt heel lekker gewoon de achterrem bedienen. Nou, dat is dus eigenlijk een probleem. Bovendien is ook nog eens iets met de remmen, dat de voorrem, die heeft best wel heel veel vrije slag. Dus als je gewoon zoals ik vaak doe, gewoon met één vinger wil remmen, dan kom je gelijk al in een probleem met je andere vingers en moet je deze erbij pakken. Het is misschien een detail, maar ik vond het ongenadig irritant, zeker gewoon over alle slingerwegen rond Marbella. Maar het blok, ho even, het blok heeft ook echt ongenadig veel goede dingen. Het is eindelijk, en daar heeft Harley goed voor gekozen, eindelijk is het een blok dat niet alleen maar de oude hakkenpuff van onderuit veel power, nee, over de hele linie zit er echt gewoon een stevig brok vermogen in. Onderin niet, maar goed, dan moet je een andere Harley Davidson kopen. Luchtfilter is afgeleid dus van de drag racers uit de tijd. Nou, ziet er best wel weer gelikt uit. Verder heb ik nog wat te piepen eigenlijk. Nou, voor het moment eigenlijk niet. Kijk, zo had de Street 750 drie jaar geleden ook afgewerkt moeten zijn. De Street Rod is om door een ringetje te halen, al vind je her en der nog wat heavy metal onderdelen van de neoclassieke luchtkoelers en zijn de hangende voetsteunen eigenlijk crap. Ach, in het beste geval heeft het zo zijn charme. En ergens herinnert de Street Rod aan de XR1200 van Weleer, zonder qua prestaties in de buurt te komen. Dit is nog eens een kwiek potje toeren en ja, er bestaan betere machines, maar ook veel saaiere. Omgaan met beperkingen heeft vaak een meerwaarde ten opzichte van motoren waar alles vanaf de eerste seconde van een leien dakje gaat. Het blok voelt bijna Japans hoog toeren gaan, wat een compleet afwijkende Harley-beleving geeft.
Zou dit eens nog eens een keertje een aparte motorfiets? En apart, dat klinkt altijd een beetje dubieus, weet je wel, van ah, je hebt nieuwe gordijnen, ja, apart. Dat is eigenlijk om te zeggen, hè, weet je, een eufemisme om te zeggen van dat je het niet mooi vindt. Het is een rare motorfiets en ik zal je precies uitleggen waarom. Gewoon, kijk, het motorblok, daar hoeven we verder helemaal geen moeilijkheden over te maken. Het motorblok is super. Gewoon, weet je, die heeft vanaf het middengebied tot bovenaan streeploos, gewoon perfecte power. Echt, het voelt goed, gewoon, weet je, en het trilt ook bovenin wel een klein beetje, maar yes, het is een beetje rock'n'roll. Dus als mensen daarover gaan zeiken, weet je, dan denk ik van ja, koop een andere Harley Davidson, koop een 883 of een 1200. Ik bedoel, als Harley Davidson een keertje modern wil doen, dan zou het weer niet goed zijn. Nee, maar weet je, het sturen, dat is een beetje vreemd. Ik heb nog nooit zoveel schrikmomenten gehad, gewoon in bochtige wegen. Op een gegeven moment dat je dan op een vangrail afkomt, dan denk ik, ik haal hem gewoon echt helemaal niet. Gewoon. De meeste motoren, dan kom je altijd wel de bocht door, maar en ik weet niet waar het aan ligt eigenlijk. Gewoon dat je dan, dat ik soms gewoon echt helemaal met mijn rotsrok van jezus, dit loopt helemaal verkeerd af. Het zou te maken kunnen hebben gewoon met die zitpositie, met die voetsteunen zo ver naar voren. Omdat je dan niet echt de centrale massa gewoon tussen je benen hebt, waardoor je lekker kan manoeuvreren. Dat zou het kunnen zijn. Het kan ook te maken hebben gewoon met die vrije slag in de remhendel, waardoor je dus eigenlijk gewoon een klein beetje wil bijremmen, maar dat werkt niet. Dus je moet je twee vingers erbij pakken de hele tijd. Het kan te maken hebben gewoon met de onbereikbaarheid van de achterrem, waardoor je niet lekker kan bijremmen. En bovendien komt de ABS er ook nog eens een keertje snel in. Dus het sturen, dat is echt wel een geval als je dus veel te hard wil rijden. Want dat hebben we gewoon vandaag gedaan. Gewoon echt als een stel idioten gereden. Als je een beetje minder haast hebt, dan is dit toch wel een hele fijne motorfiets. Je moet hem eigenlijk een beetje zien in de hoek van de Ducati Scrambler eigenlijk. Je moet hem niet vergelijken met een 883 van Harley Davidson. Maar meer in de hippe scene eigenlijk. Lekker cruisen, lekker in de stad rijden. En dan doet hij het goed gewoon, weet je wel. Het motorblok is echt top. Behalve dat ik eigenlijk gewoon een beetje in Ronda dacht van ja, het is een beetje kort op het gras. Maar goed, dat vergeef ik hem ook nog wel. En oh ja, trouwens de vrijstand, die moet je gewoon af en toe, je moet hem af en toe een beetje laten lopen. Dat hij, en dan heb je de vrijstand te pakken, anders dan wordt het niks. Maar voor de rest, ja, ik zou er wel gelukkig mee kunnen worden. Open uitlaten erop, dik luchtfilter, klaar.